Een schip vergaan en die willen dan graag bij het zinken staan. Het leven gaat ook zonder Veronica door, maar het spijt iedereen als je haar nooit meer hoort. Dit is het tikken van de klok die ons u juist verteld heeft dat het 5 uur is geweest. En dat betekent het laatste uur van Radio Veronica. Tijd op Radio Noordzee is nu 7 uur. Voor de allerlaatste maal nieuws op Noordzee Internationaal, hier is Gerard Smit, goedenavond. Om 8 uur precies zal Radio Noordzee haar zender sluiten, hiertoe genoodzaakt door een wijziging in de Nederlandse wetgeving. Radio Noordzee sluit dan een succesvolle periode van 3 jaar, 5 maanden en 25 dagen uitzenden af. Het Radio Noordzee weerbericht, half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enkele regen- of onweersbuien. Minimumtemperaturen vannacht rond 12 graden. Voor morgen verwachten we opklaringen en over het algemeen droog bij maxima van 20 tot 25 graden. De zwakke tot matige wind zal morgen krimpen naar richtingen tussen zuid en zuidoost. 17 graden nu aan boord van de Mevo 2 en 2 minuten over 7 op Noordzee Internationaal. Nog maar een paar minuten en dan behoort de vrije zender Radio Noordzee tot de geschiedenis. Onze eigen volksvertegenwoordiging heeft het zo gewild en met haar de ministerraad. Op 1 september 1974 moet het unieke radiogeluid van de Mevo 2 zijn verstomd. En dat zal ook gebeuren. Geen piraterij, geen wetsovertreding, geen...